Goedemorgen, welkom iedereen op dit toch wel bijzondere persmoment, denk ik. Een persmoment waar we zeker binnen de club toch met z'n allen naar uitgekeken hebben. En zijn dan ook heel blij om vandaag met goed nieuws te kunnen komen. We gaan er natuurlijk over praten en ik geef graag het eerste woord aan onze voorzitter Ivan de Witte. Dank je, Tom. Goed. De inhoud van het nieuws dat we u willen brengen zal u al bekend zijn. Is deze morgen al op diverse kanalen verschenen. Enfin, ik denk dat het toch goed is om daar wat context bij te geven. En vooral, en dan spreek ik als voorzitter, mijn bijzondere... ja, zou ik zeggen, vreugde eigenlijk. Ook ja, hoop en geloof in de toekomst mee te geven door het feit dat Hein van Azenbroek en de club beslist hebben om nog 2 jaar met elkaar door te gaan. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een goede weg geweest. Die wat waarschijnlijk langer geduurd heeft dan dat u, sommigen onder u of velen onder u, als ik de verschillende telefoons en mailtjes moet geloven die ik inmiddels of ondertussen gekregen heb. Maar ik ben zeer blij dat we gisteravond laat, denk ik, tot een goed akkoord gekomen zijn. En... dit is voor de club het allerbeste dat kon gebeuren. Voor verschillende redenen. Het is de overtuiging van de club, vertegenwoordigd door Michel en door mijzelf, maar laten we zeggen ook vanwege het bestuur en de ganse club, de overtuiging dat dit de beslissing is die we moesten nemen om verder hoopvol en met veel ambitie naar de toekomst te kunnen kijken. Dus Hein van Azenbroek blijft 2 jaar verder bij ons. Ik denk dat het voor u allen ook wel bekend is dat, dat ik zelf een zeer grote fan ben van Hein van Azenbroek. Doorheen de jaren heen, ook zelfs de jaren dat er een kleine interruptie geweest is in de samenwerking. Maar ik denk dat ten eerste en vooral de vakkennis en de competentie van Hein van Azenbroek buiten kijf staat. En ten tweede dat de fit tussen Hein en onze club ook bijzonder groot is. En daarom denk ik dat wij... tot gisteravond, ja, laat, denk ik, nog een en ander besproken hebben. Zo'n verhaal is geen financieel verhaal alleen, ja. Het is een verhaal met vele dimensies. Ik denk dat Hein er zelf wel een stukje uitleg zal over geven. Maar wij wouden eigenlijk zoveel mogelijk... Alle zaken die moesten besproken worden, eerst goed met elkaar uitklaren. En ik denk dat we finaal dan gisteravond, ik denk zowat rond 10:30, 11:00, onze handtekeningen hebben gezet onder een 2-jarig contract. Ik heb zo het gevoel, en ik heb echt een goed gevoel, dat dit de start is ook van een verdere vruchtbare periode voor onze club. Maar ik heb ook het gevoel dat dit de start is van nog veel werk naar de toekomst toe. Ik heb gedurende gisteravond een paar keer aan u gevraagd wanneer je ging op verlof gaan. Ik heb toen kunnen vaststellen dat behoorlijk beperkt zal zijn, zodanig dat we vlug vanaf maandag verder kunnen werken aan de nabije en de verdere toekomst. In een interview, ik denk na de bekerwinst, heb ik eens gezegd, en sommigen onder u hebben dat goed genoteerd, mijn intuïtie zegt, sommigen onder u hebben dat zeker genoteerd, daar ben ik zeker van, mijn intuïtie zegt
dat we er gaan uitkomen. Ja. Maar toen was dat echt gebaseerd op een mengeling van intuïtie, hoop, geloof, weet ik veel allemaal, om dit tot een goed einde te brengen. Maar dat was maar het begin. Maar u kent allemaal mijn achtergrond en mijn vak, waar toch een stukje intuïtie speelt. En die heeft mij nog niet te veel bedrogen. Dus Hein, bedankt dat je finaal beslist hebt om bij ons te blijven. En ik kan nu toch met heel veel zeggen, warmte, sympathie en ook respect voor uw vakkennis zeggen dat ik een zeer goede nacht gehad heb. Sinds lang. Voilà. Welkom, Hein, terug. Dank u. Dank u, voorzitter. Hij heeft ons inderdaad een tijdje in spanning gehouden, maar zoals de voorzitter aangegeven heeft, zijn ze finaal tot een akkoord gekomen. Coach, ik laat het even aan u om het uit te leggen. Ja, ik denk dat we altijd heel duidelijk gecommuniceerd hebben, van in het begin al. Zowel de voorzitter, denk ik, als ikzelf. We zijn altijd on speaking terms geweest, van in het begin al. Ik denk dat alles heel professioneel aangepakt geweest is. Ik heb een heel goede band met de voorzitter en ook met Michel. Misschien denken mensen daar anders over, maar echt wel een heel goede band. Ook in mijn eerste periode, denk ik, hebben we altijd goed kunnen samenwerken. En dat is in mijn tweede periode niet anders. En dit is dan het vervolg van mijn tweede periode, denk ik. Kunnen we niet spreken van een derde periode, want er zit geen onderbreking tussen. Ik heb ook altijd gezegd dat het mijn bedoeling was om hier te blijven. Dat ik geen sinds een bedoeling had om in België ergens anders naartoe te gaan. Toch niet tot ik had vastgesteld dat er een kans was om bij A-agent te blijven. Ik heb gezegd, ja, moest het blijken dat dat echt onmogelijk is, ja, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar ik denk dat er nooit een moment geweest is waar het onmogelijk leek. Wij hadden inderdaad een aantal zaken die we moesten bespreken. Ik ken de situatie van de club. De voorzitter kent mij ook heel goed. En ik denk dat wij elkaar altijd wel weten te vinden. In tijden waar het financieel iets moeilijker is, en dat is voor iedereen zo, maar zeker voor A-agent ook, gezien onze verbondenheid en ons belang bij ticketing, bij horecaverhaal, worden wij nog meer getroffen dan vele andere clubs. Maar laten we hopen dat alles nu terug een beetje gaat normaliseren. Laten we hopen dat die oorlog in Europa ook snel achter de rug is. Zodoende dat de supporters terug iets comfortabeler leven hebben en dat voetbal voor hen terug bovenaan de agenda staat, zou ik zeggen. Want het is voor die mensen soms ook niet makkelijk. Maar het is de bedoeling om met aantrekkelijk voetbal, met goede resultaten, de mensen toch terug te prikkelen om naar het stadion te komen. We hebben gesproken over een aantal belangrijke zaken voor mij. Wat kunnen we doen? Tot wat zijn we bereid? En er was heel veel bereidheid vanwege de voorzitter en vanwege Michel om daarop in te gaan. En ik zeg het, dat zijn niet altijd... ik vraag nooit dingen die onmogelijk zijn. Maar het is gewoon aanpassen aan de omstandigheden. En dan andere oplossingen gaan zoeken. En ik denk dat zij daar heel professioneel mee omgaan. Om dat ook te volgen. En om tot oplossingen te komen. Want er zijn altijd oplossingen. En ik denk dat we op die manier terug een team kunnen hebben volgend jaar. Dat echt... heel weerbaar is, dat kan strijden met iedereen, zoals we eigenlijk dit jaar ook al hebben bewezen. Er zijn een aantal aspecten, en daar hebben we gisteren ook de tijd voor gehad om eventjes doorheen die evaluatie te gaan, waar het beter kan, waar we winst moeten maken, absolute winst moeten maken, om inderdaad wat plaatsen te winnen. En dat is iets waar we gaan proberen werk van te maken nu.
in het tussenseizoen en naar de toekomst toe ook. Ik ben heel blij dat we uiteindelijk tot een overeenkomst zijn gekomen. Niet dat ik op mijn leeftijd wakker lig van eens een jaar voor aan tafel te moeten zitten om analist te zijn. Dus dat is maar. Iedereen weet dat ik iemand ben die heel graag de job doe van coach. En hier krijg ik ook de mogelijkheden om dat naar mijn manier uit te voeren. En ik denk dat de rek er nog niet helemaal op zit. Ik denk dat er nog mogelijkheden zijn. Ik denk dat we nog iets meer kunnen halen uit de groep die er al is. En we hebben absoluut de intentie om ook die groep nog een beetje aan te passen. Dus ik ben blij dat we elkaar gevonden hebben. Gisteren. En we hebben lekker gegeten, hè, voorzitter. Voilà. Het is ook dus dankzij de goede band met niet alleen onze voorzitter, maar ook met onze CEO Michel, dat de overeenkomst er uiteindelijk gekomen is. Dus ik geef graag ook nog eens het woord aan Michel Louwagie. Goedemorgen iedereen. Ja, ik ben natuurlijk ook heel tevreden, zoals de voorzitter en Hein reeds gezegd hebben, dat wij kunnen doorgaan met elkaar. Gisteren heeft Hein nog een duidelijke analyse gemaakt van onze sterke punten, van onze zwakkere punten. Maar vooral pas toch, alhoewel ik het wel weet, maar onder de indruk van de feiten. Als je ziet dat wij op de laatste 42 punten die er te winnen waren, dat wij 37 punten gehaald hebben. Ja, als je dan de prijs, hè, de winst van de beker, het overwinteren en natuurlijk het winnen van de Europa playoffs daarbij legt, maar vooral die 37 op 42 is impressionant. Er is geschreven geweest over de kampioen, wat hun reeks was die ze neergezet hebben, maar onze reeks is eigenlijk net dezelfde. Ja, we staan daar samen bovenaan en dat maakt toch wel indruk. Ik vind dat misschien niet altijd naar waarde geschat geweest is in de media bij deze. Ja, vestig jullie aandacht daar toch op, want wij willen natuurlijk nu naar de toekomst commercieel maximaliseren. Wij willen daar als club op vooruit gaan, niet alleen sportief. En sportief is dit, wat mij betreft, op de 32 jaar dat ik hier ben, is dat toch het derde resultaat die we neergezet hebben. Kampioen gespeeld vind ik nog altijd, ja, uiteraard de nummer 1. Overwinteren in de Champions League is wat mij betreft de nummer 2. Maar dit jaar, als je de resultaten en dan die 37 op 42... daarnaast legt, of ja, dan vind ik dat de derde prestatie is op de tijd dat wij hier zijn, Ivan. Je bent niet altijd voorzitter geweest, maar toch al meer of 20 jaar nu. Maar dat mag toch ook eens gezegd worden. Dus er was wel werkelijk geen enkele reden om niet te proberen met elkaar door te gaan. Integendeel, zoals dat Hein ook zegt, de voorzitter die denkt dat, die heeft dat niet gezegd. Maar we denken dus en we zeggen dan allemaal samen dat er nog wat rek op zit. Zeker als we kunnen doen Wat er besproken is. Voilà, dus heel tevreden. En het is nu aan het managementteam om dat ook verder te verzilveren, zou ik zeggen. Het feit dat Hein blijft. Ik geloof erin dat we daar samen met de voorzitter, met de raad van bestuur en het managementteam de juiste dingen zullen mee doen. En wat mij betreft, ik zal er ook proberen nog, Rudy, want het gaat al gebeld, met Tom voor een interview. Dus bij deze, uiteraard. Ik ga u voor zijn, want misschien komt die vraag nog. Dus bij deze zeg ik u dat ik daar mijn best aan wil doen om in die 2 jaar ervoor te zorgen dat de club verder evolueert en eventueel ook nog een prijs kan pakken. Voilà, dat is dan ook nieuws, denk ik, bij deze. Het is aan jullie, journalisten. Tijd om eens andere vragen te stellen dan de voorbije weken, denk ik. Dat zou jullie plezier doen. Rudy, steek maar van wal. En het heeft vrij lang geduurd. Je wou geen garanties, je wou wel duidelijkheid. Kan je uitleggen wat dan het grote knelpunt was? Ging dat over de aanwerving van bepaalde spelers of bepaalde profielen?
Ja, duidelijkheid. Ik ga niet tot in detail gaan, maar het ging over heel veel zaken. Hè. We weten allemaal dat er sprake geweest is van we moeten kijken waar de club naartoe gaat. Krijgt de club nieuwe eigenaars al dan niet? Dus daar moest wat duidelijkheid komen daar rond voor mij. Ik heb ooit een geweldige ervaring meegemaakt op dat vlak. Dus ik wou dat zeker niet opnieuw zien gebeuren. En ik moet zeggen dat ik daar toch wel heel veel garanties gekregen heb van de voorzitter. Die dat heel duidelijk heeft gesteld. Dus oké, deze club zit in een fase waarover nagedacht wordt over heel veel zaken. En dat heeft mij garanties gegeven. Plus het feit dat naast mij zit een voorzitter die ik al heel lang ken. Hè. En wij kennen elkaar. En als de voorzitter iets zegt, dan kan je dat ook aannemen dat dat zo is. Dus het is iemand die ik voor 100% vertrouw. Dus dat speelt absoluut ook mee. Die persoonlijke relatie heeft daar ook mee voor gezorgd. Dat niet alleen natuurlijk, er waren ook andere elementen van oké, wat kunnen we doen, wat willen we doen naar uitbouw van het team ook. Alles afhankelijk van de middelen. Verdere uitbouw van onze sportieve cel. Het ging over heel veel zaken sportief die waar uiteindelijk duidelijkheid moest in geschept worden. En dat is gebeurd. Dus, en ik heb gezegd, ik wil geen absolute garanties. Ik wil gewoon dat wij in een gesprek... dat ik hoor van, kijk, dit willen we doen, dit zullen we doen. En dat is voor mij voldoende hier. Laat ons zeggen dat dat misschien op een anders zou geweest zijn. Omdat je dan de mensen onvoldoende kent. En je weet of je dan echt er kunt op vertrouwen. Maar hier is dat toch een heel ander gegeven dan bij andere personen. Een vraag voor de voorzitter. Hein blijft 2 jaar. Michel geeft aan dat hij ook 2 jaar blijft. Dat betekent ook dat er de volgende 2 jaar geen andere eigenaars komen? Er zijn diverse wegen om de club financieel sterker te maken. Ja. Dus ik zou het daar willen bij houden. Ik denk dat voor Hein zeer belangrijk was dat hij met dezelfde mensen vooral kon verder werken. Dat wij op een bepaald moment in het wijzigende financiële landschap van het Belgische topvoetbal ook zullen zoeken naar oplossingen. Dat is wel zo, dat is niet noodzakelijk. Maar we kunnen niet ontkennen dat de ganse voetbalwereld, zowel Europees, wereldwijd als Belgisch, financieel moeilijker en moeilijker wordt. En dus dat zelfs Club Brugge heeft een externe kapitaal inbreng. En als we dan toch over dat element spreken, is dat nog altijd het model die het meest voor ligt. Ja. Met andere woorden, een kapitaalinjectie, maar met behoud van de lokale leadership. Ja. Nog voor de voorzitter. Hein geeft al aan dat hij de mogelijkheden ziet om een stap vooruit te zetten, een stap vooruit tegenover dit seizoen. Dat betekent meedoen met de allergrootste en voor het allerhoogste, dan neem ik aan. Ook dat is een definitie die zeer rekbaar is. Hè. Dus we willen aan de top spelen. Hè. Laat het ons zo uitdrukken. Ik heb mij al 1 keer vergaloppeerd. Ik ga dat geen 2 keer doen. Maar we willen wel eigenlijk eerlijk gezegd... Wij hadden dit jaar absoluut zeker in play-off 1 moeten aanwezig zijn. Michel heeft daar juist
naar het palmares verwezen die we gemaakt hebben na een nieuw jaar, maar we hebben toch ook de beker gewonnen. We hebben in Europa sterk gepresteerd en het feit dat we niet in play-off 1 aanwezig zijn, is niet volledig aan AGen te denken. Dat is zeker. Ik blijf heel sterk met een zuur gevoel zitten over de wedstrijd in Cercle Brugge. Dit was niet correct. En voilà. Ik denk dat achteraf inderdaad, en ik kom er toch wel even op terug, door ook de lijn die van hieruit zelf getrokken is, duidelijk werd, en dat was ook met het blote oog zichtbaar, dat er meer dan een meter offside was. En dit is niet meer correct, want had dat niet gebeurd, dan hadden we ook die wedstrijd gewonnen, dan zaten we nu in play-off 1. Ja. Dus onze plaats was nu al eigenlijk verdiend in play-off 1 geweest. Trouwens, het verloop van play-off 1 heeft dat ook wel uitgewezen. Daar ga ik ook niet te verder op ingaan. Dus dat onze ambitie is, zeker. En dat we binnen die ambitie goed willen presteren. Maar ik ga me niet meer vergaloperen met uitspraken van we doen mee voor de titel en we willen de challenger zijn en dergelijke meer. De toekomst zal wel uitwijzen waar we terechtkomen. Maar uiteraard deze beslissing om van Heijn zelf en de club om samen door te gaan, dat is met een zekere ambitie, hè? Om niet te zeggen met een behoorlijk grote ambitie. Nog een vraag voor Heijn. Er zijn 12 spelers die hun laatste contractjaar ingaan. Dat kan altijd vervelend zijn, denk ik. Is daar ook over gesproken, over wat er met die 12 gaat gebeuren en hoe belangrijk die eventueel voor jou zijn? Uiteraard. De details die ga ik u niet meedelen, maar kijk, dit is een situatie die je vaker krijgt. En van die 12 zullen er wellicht een aantal zijn die misschien niet gaan verlengd zijn. Gaan er een aantal zijn waar er nog eventjes mee gewacht zal worden. Wat ik ook niet onlogisch vind. We hebben inderdaad een aantal oudere spelers. En ik vind dat je daar toch altijd een klein beetje reserve moet inbouwen. En daarom ben ik ook voorstander om te wachten bij die gasten tot ze hun laatste contractjaar ingaan. Om te zien of zij nog echt vol meedoen. En dan hebben we het over allerlei aspecten. En als dat het geval is en ze blijven belangrijk, oké, dan zal de club het nodige doen. Maar het heeft weinig zin om heel vroeg met jongens te babbelen, om niet te wachten tot dat laatste contractjaar. Als je eenmaal boven de 30 bent, dan weten we allemaal dat bij sommigen kan dat doorgetrokken worden tot boven de 5, 36 zelfs. Maar er zijn er ook waar het vroeger stopt. En dan moet je toch als club opletten dat je daar geen fouten in maakt. Het zijn niet de makkelijkste tijden. Iedere cent kan gebruikt worden. Dus denk ik moeten we dat heel verstandig en heel rustig aanpakken. En ik denk dat de spelers dat ook wel snappen. Laurent de Poitre bijvoorbeeld was het voorbeeld. Daar is ook heel lang mee gewacht, tot in dat laatste contractjaar, om te zien of hij terug echt van waarde kon zijn voor het team. Want vorig jaar heel lang geblesseerd geweest. En dan dit jaar toch bewezen dat hij terug was. Nu ongelukkig weer een blessure op het einde van de competitie. Maar eigenlijk al bij al is het goed meegevallen dit jaar. En oké, dan is ook die contractverlenging gevolgd. Dus ik denk dat iets is waar wij ons van bewust zijn. Maar waarin wij niet panikeren. Ik ben ook niet iemand die wat dat betreft zaken laat escaleren. Spelers moeten niet komen met dreigementen van ik wil dit of ik wil dat. Ik denk dat het voorbeeld gegeven is dit jaar. En ik denk dat dat voor de anderen een heel iets is om te onthouden, denk ik. Koen? Hij heeft jouw kern veel nodig om
een stap hoger op te zetten? Wat is veel? Dat is moeilijk, hè? Wat is veel? Ja, we hebben iets nodig. We hebben iets nodig. Maar het is niet zo dat nu die kern drastisch gaat veranderen, denk ik. Ik denk dat we moeten proberen om op een breder vlak te groeien. Zeker aangezien we volgend jaar weer zeker Europees gaan spelen. Dus er zijn al zeker 8 Europese matchen. We hopen om er daar minstens nog 2 bij te doen. We hopen om heel ver te geraken in de beker opnieuw. Dus ja, ik kan er rekening aan maken. Dan zitten we weer al een stuk boven de 50 wedstrijden. Dus dan hoop ik dat wij in staat zijn om deze groep in de breedte sterker te maken. En door dat te doen, misschien ervoor te zorgen dat we de jongens die binnenhalen ook concurrenten worden van degenen die meestal starten. En dat zou dan echt een kwaliteitsinjectie zijn naar volgend seizoen toe. En dat is onze doelstelling. Heb je eigenlijk, hebben andere clubs jou proberen contacteren of gecontacteerd in die periode? Dat heeft vandaag totaal geen waarde om daarop te antwoorden. Ik ben hier. Ik heb altijd de intentie gehad om te proberen een akkoord te vinden. En al de rest is niet belangrijk. Michel, wat heeft jou doen besluiten om op een beslissing terug te komen dan? Ik kom niet terug op de beslissing. Ik heb altijd gezegd dat ik in functie van mijn leeftijd op de juiste manier de zaken moet invullen. Maar het is evident als je samen met de voorzitter zegt dat uw trainer blijft nog even, ja, dan kun je dat schip ook niet verlaten. Maar dat betekent niet dat je op dezelfde manier zoals 10 jaar geleden moet functioneren. Ondertussen is de club een totaal andere club geworden met een management die veel sterker is. Waarbij dat de jongeren een aantal van mijn zaken overgenomen hebben. Dus ik denk dat er een andere manier van functioneren komt. Maar goed, dat betekent niet dat je hier niet meer bent. Je blijft hier, maar niet in dezelfde, niet op in hetzelfde stramien. Niet met dezelfde uren aanwezigheid, bij manier van spreken. Dus je kunt geteerd op ervaring en dan gaan een aantal zaken veel gemakkelijker. En gaat er dan iets veranderen op 1 januari of eigenlijk niet? Maar goed, maar dat denk niet dat de bedoeling is. Het is de bedoeling nu vandaag om de contractverlenging van Heijn aan te kondigen. Ik denk niet dat de bedoeling. Ik wou alleen maar uw collega die al een interview gevraagd had, Rudy, volgende week, meegeven dat misschien niet nodig is van dat interview te doen. Alles is bij deze gezegd en voilà, dat was eigenlijk de reden van mijn aankondiging. Ik wil toch nog één vraag stellen. Een huurspeler zoals Torunariga, hè, dat is misschien ook voor de toekomst mogelijk, maar zijn er bijvoorbeeld middelen om die jongen te houden? Goh, we hebben nooit gecommuniceerd over zaken die we van plan zijn. We hebben heel regelmatig overleg met de voorzitter en ikzelf met onze coach. Elke week eigenlijk. Dat zijn zaken die wij onder elkaar bespreken. En dan is er een plan en dat proberen we dat plan uit te voeren. Maar van zodra dat er enig nieuws is, gaan we communiceren ter zake. Voorzitter, kan u eens uitleggen wat de band is tussen u en Heijn en waarom die dan zo standvastig blijft? Dat is een psychologische vraag. Hè? Daarom staan ze aan u. het wederzijds respect voor mekaars competenties. Het vertrouwen in elkaar. Het geloof dat we op die manier het beste doen voor de club. De ervaring sinds vorige keer al en nu in de nieuwe periode, dat als er al eens een meningsverschil is, zal het maar zo uitdrukken, dat we dat goed kunnen uitpraten. Ja. Ik zou zeggen, om bepaalde meningsverschillen die niet zo dikwijls voorkomen, maar die toch voorkomen, met elkaar uit te praten. Daarvoor moet je elkaar goed kennen.
En ik denk dat we beiden naar elkaar toe, en dan, ik moet Michel toch ook in dit verhaal mee betrekken. Want we zijn altijd samen eigenlijk toch in vele gesprekken. Maar dat we de sleutel hebben om de sleutel hebben om zo'n meningsverschil uit te praten. Maar ik spreek wel van beide kanten. Want ik ben op het eerste zicht zelf misschien een relatief rustig iemand. Relatief zeg ik wel, ja. Maar ik ben ook niet zo gemakkelijk, ja. En dat is wederzijds. Zoals de kaarten nu liggen, moet hij aan zijn eerstvolgende opdracht volgend seizoen beginnen met een schorsing. Hoe gaat de club daar tegen in beroep? Ik moet er nog over spreken. Ik denk van wel, ja. Maar als we zouden kunnen in beroep gaan, zouden we tegen veel in beroep gaan. Maar dat is nu de moment niet en het juiste moment niet. Maar dat er veel zaken zijn waar ik dan, als het maar enigszins kon, in beroep zou willen tegen gaan. In de organisatie van veel zaken rond het voetbal, ja, absoluut. Dus we zullen dat hier ook wel doen. Goed. Dan maak ik graag zo meteen met de voorzitter Michel en de coach nog even tijd voor individuele interviews. Maar er is toch nog een vraag. Goedemorgen. Iedereen kent mijn positie in de club hier, waar hier nog niet over gesproken is. En ik denk dat ik uit naam van de supporters mag zeggen dat die ook wel blij zullen zijn. Dank u. Dank je wel, Roland. Ik denk het dat ze heel blij zullen zijn. Dat leidt geen twijfel dan. Nodig ik jullie graag uit om er een glas op te drinken. Het is nog vroeg, maar het gaat toch smaken, denk ik. Dank je wel. Thank you.